Yo mensen, Yarasky hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Assassin's Creed Origins aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal YaraskyPlays. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want in de vorige aflevering hebben we natuurlijk het dodenboek gevonden voor nu echt daadwerkelijk de dode man. En hebben wij natuurlijk deze boot veroverd met eigenlijk de moordenaars van iemand anders. We hebben de doos bevestigd, dus ja, weet je, dat hebben we ook weer opgelost op die manier. Maar wat ik nu ga doen, is ik ga even een bootje pakken die hier ligt. En wij gaan naar een volgende sidequest toe. Want je ziet het al, op 337 meter verderop zit iets waarvan ik zelf ook nog niet weet wat het is. Dus vind je dat nog leuk? Ram natuurlijk tussen kaart op like. Nog sowieso natuurlijk bedankt voor alle support. Dat blijf ik altijd maar zeggen, want het is en blijft ook daadwerkelijk insane. En wat wij vorige keer ook hebben gedaan is, wij hebben een nieuwe boog gekocht. Wij hebben een nieuw outfit gekocht. En we hebben onszelf eigenlijk gewoon op die manier ja, weer wat sterker gemaakt natuurlijk. Maar ik heb nog wat vaardigheidspunten over. Namelijk in totaal 3 stuks. Dus wij kunnen sowieso wat vaardigheidspunten gaan kopen. Maar dan moeten we eens even kijken welke. Wat kunnen wij hiermee? Het vermoorden van een vijand levert bonus XP op. Is handig om sneller te levelen, niet echt nodig. Een vijand doden met een schot door het hoofd levert bonus XP op. Nu maak ik wel heel veel, moet ik zeggen, headshots. Dus misschien is dat wel een beetje handig. Je kunt een tweede boog uitrusten. Druk op een pijltje naar links om tussen de uitgeruste bogen te wisselen. Is heel erg handig, want je hebt natuurlijk verschillende soorten bogen. En de boog die ik heb gekocht is een boog die helemaal naar achter moet worden getrokken. En dan pas doe je veel damage. Maar ik heb ook een boog waarmee je echt tjak, 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 tjak kan schieten. Dus als ik nou alle twee die bogen kan uitrusten, dan kan ik er gewoon tussen wisselen voor een bepaalde situatie. En dat is sowieso mega handig. Dus die haal ik hoe dan ook. Dan hebben wij nog eens pesten met de adelaar. Dan kan ik... Oh, dan kan ik Senu gebruiken, oftewel mijn adelaar, om vijanden eigenlijk een beetje te verdoven, om ze te laten afleiden, waardoor ik ze dus weer kan aanvallen. Is wel handig, moet ik zeggen. Dat is wel heel erg handig. En wat hebben wij nog meer voor de bogen? Schiet meer pijlen af voordat je moet herladen. Nou, dat is sowieso handig. Houd R2 ingedrukt om een roofdierpijl in de lucht te besturen. Dan kan je dus zelf je pijl besturen. Nou ja, we schieten best wel gericht, dus dat is niet echt nodig, moet ik zeggen. Houd R2 ingedrukt met een jachtboog om je schot op te laden. Dus als dat is, dan wordt je jachtboog dus nog sterker. Of met mijn strijdersboog kan ik mijn schot opladen. Oh ja, maar die boog hebben we nog ineens. Dus ja. En jullie bogen wacht ik nog even mee. Dat is nog niet echt nodig. Maar eens even kijken. Verdubbel de met je overweldigende vaardigheid aangerichte schade. Weet je, ik haal die gewoon. Dan hebben we nog 1 puntje over. Extra schade is altijd goed. En, oh, dit is wel handig. Als ik in schildmodus zit, dus als ik mijn schild voor me heb. En ik hou een rondje ingedrukt, dan kunnen we sneller rennen. En dan kunnen we vijanden dus eigenlijk gewoon keihard neerrammen. Het kost wel adrenaline, maar als je dus neerramt, liggen ze wel gewoon op de grond. Dus dat is mega handig. En dan heb ik nog 1 extra vaardigheidspuntje nodig. Dus die gaan we sowieso halen. Maar dan moeten we eerst nog wel even omhoog. Dus dat is wel handig om zo meteen te doen. Alright. Dat is sowieso een handige skill. Dus dan wacht ik nog wel heel eventjes. Dan moet ik eerst een leveltje omhoog, hè. En we kunnen een tweede boog instellen. Hop. Want ik heb, dit is mijn jachtboog. En dan zet ik ook mijn lichte boog aan. Zo. Awesome. Even kijken, wat kunnen wij hier doen? Er zit hier iets. Oh, er ligt allemaal bloed. Uh-oh. Uh-oh. Ik weet niet wat hier zit, maar er ligt allemaal bloed. En daar ben ik niet heel erg blij mee eigenlijk. Liggen hier schatten onder water? Nee, toch? Oh my god, er ligt hier serie... Oh my... We moeten gaan zwemmen. Ik weet niet hoe we bezig zitten. Ik zweer, ik ga me kloot schrikken als we bezig liggen. Oh ja, er zitten echt wel... Oh, ik ben altijd bang in het water, jongen. Oké, weet je? Laten we gaan. Oh, er ligt die vet veel gek. Maar het is super diep. Bro, er ligt die vet veel gek. Kijk dan. We moeten opletten. We moeten wel op tijd weer naar boven natuurlijk. Wow, yo. Er is hier een schip ten onder gegaan. Heb ik nu alles? Alright, ik heb alles. Laten we snel naar boven gaan. Snel, oh, snel, zwem door. Kijk, daar ligt het schip in de verte, joh. Wow, yo, dat is vet, jongen. Er is hier gewoon een schip gezonken. We hebben nu die hele schat gestolen, man. Wacht, vaart er nou letterlijk een boot daar? Pas op voor mijn boot, hè, vriend. Hallo. Ik heb de schat meegenomen. Je bent te laat, vriend. Je bent te laat, jongen. Jammer, hè. Dat is mijn schat. Hé, hey, vet cool, jongen. Hoppatee, nice. Awesome, dankjewel. Hé, hey, later, hè. Succes hierdoor, jongens. Ik heb alles al meegenomen, namelijk, vandaar. Nice, dan hebben we die schat ook meegenomen. Dat vind ik wel leuk, eigenlijk. We hebben hier nog een schip die we kunnen overnemen. Dat gaan we niet doen. Maar hier, nu we toch op het water zitten, zit nog iets. Ik heb nu zo'n mooie boot, weet je. Dus we gaan gewoon het hele water even afspeuren. En dan nemen we alles mee wat we kunnen. We varen wel echt veel vijandige schepen. Oh, oh, wie heeft me gezien dan? Hallo? Oh, er zat een krokodil achter me aan. Die beesten zijn ook overal, jongen. Die krokodil is dan wel 13, joh. Dat gaan we niet eens proberen, gewoon. Die krokodillen zijn eigenlijk levensgevaar. Die beesten zijn sterk, jongen. Dat is niet normaal. Maar wat hebben wij hier op 200 meter afstand? Er ligt zo misschien al een bootje of iets. Oh nee, niet. Het is een steen die er ligt. Oh, het is een steen. Wat is daar nou weer gebeurd, joh? Hallo? Oh, is een scheepswrak, joh, dit. Oh, er liggen nog meer schatten hier, joh. Oh my god. Oh, dat vind ik leuk. Oké, onder water. Het is niet heel diep, maar zitten er beesten in? Ik zoek eerst even een beetje... Geen beesten, hè? Alright, dan kunnen we het water in. En dan gaan we die schat plunderen. Alright, dan gaan we... Oh, dit zit erin. Oh, dit zit erin. Oké, we nemen de schat weer mee, jongens. Dat is 1. Die nemen we mee. Hop, die nemen we ook mee. Wat ligt er nog meer? Snel even kijken. Oh, hier ligt nog wat. Nice. Cool. En we hebben een staf gekregen. We gewoon een wapentje hieruit. En een diadeem. Oké, nice. Snel naar boven weer. Dan gaan we weer. Hoppatee. Hé, lekker bezig hoor, Hiro. Hé, je bent opnieuw te laat hoor, vriend. Ik heb het weer al meegenomen. Elke keer als ik een schat pak, staat de mensen te kijken. Wat ben jij nou weer aan het doen? Ik heb hem al meegenomen, bro. You're too late, my friend. You're too late. Alright, cool. Dat is dus vet. Er ligt gewoon dat dus op de bodem ligt allemaal schatkistjes, joh. Dat is wel heel erg dope. En dan synchroniseren we nog eventjes die post. En dan gaan we weer terug naar de stad om verder te gaan. Het is wel handig om dit soort plekjes te synchroniseren. Want als je dan een keer hier naartoe snel wil reizen, dan kan dat natuurlijk ook. En als je het niet synchroniseert, dan kan dat niet. Je ziet daar ook al in de verte, zie je al een nieuwe stad. Dus ik denk dat we daar zo meteen wel naartoe zullen gaan. Even rustig hier aanmeren. Remmen, 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 remmen. Alright, nice. Hallo. Goedendag. Dit is een beetje een visserseilandje. Om het maar zo te noemen. Nou, we gaan eens even de paal in klimmen. Hoppatee. Zo, we zijn er al hoor. Lekker bezig hoor, kijk eens aan. Wat hebben wij hier allemaal? Eigenlijk alleen maar water gewoon. Er ligt daar ook een steiger in het water. Vet hoor, het is wel vet om zo'n eilandje gewoon te hebben joh. Dat vind ik wel dope. Oh jongens. Zo, dat ging ook maar net. Cool. Awesome. Nice. Dan hebben we dit nu gesynchroniseerd. Dus als we hier ooit weer een keer naartoe willen, dan kunnen wij dat dus echt heel gemakkelijk doen. Awesome. Oh my god, er liggen hier nog meer. Serieus? Waarom liggen hier zoveel schatten gewoon? Ik zweer je, ik ga een keer in zo'n schat, ga ik echt iets doops vinden hoor. Oh, ligt er. Oh nee, er zit weer een krokodil bij. Oké, snel alles pakken. Safetu stollenaars zijn naar je op zoek. Pak je spullen en vlucht. Nou, hij ligt daar dood, dus hij heeft niet kunnen vluchten. Je vindt een boot aan de rand van het eiland, pas op jezelf. Nou, die gozer is echt keihard dood hoor. Ik kan zeggen wat je wil, maar die vent, die heeft er echt geen zin meer in gewoon. Oh, die krokodil zag hem aan. Vriend. Talk to you later, my friend. Je mag blijven leven. Ik heb geen zin om je te vermoorden namelijk. Alright jongens, dan gaan we de boot weer pakken. Deze keer wel met een zeil, want dan ga je sneller namelijk. En dan gaan we terug naar de stad om daar weer verder te gaan. Eigenlijk hebben we nu gewoon zoveel dingen hier uit het water gevist, joh. Hop. Alright, let's go. Dan gaan we terug. Deze boot zit onder de olie of zo, joh. Ik weet niet wat het is. Maar het ziet er niet goed uit. Zo! De zeilboot is wel eventjes wat sneller gewoon. Even kijken op de kaart. Want wij moeten... Ja, we gaan de goede kant op. Dat is cool. Wij moeten hier naartoe namelijk. Zo. Tada. Voortaan pak ik echt wel boten met een zeil erop hoor. Want dit gaat zoveel sneller namelijk. Ik ga hier niet aanvallen hoor. Oh, ze hebben wel hout. Oh, oh. Ik heb hout nodig eigenlijk. Maar ik laat ze voor nu wel eventjes met rust. Oppassen dat ik nergens tegenaan knalt. Zo. We zijn er weer. Hallo. Hop. Zo. Ik weet niet wie zijn boot het was, maar hij is nu kapot. Het spijt me zeer. Hoppatee, mijn paardje. Ik had ook aan jullie gevraagd hoe we dit paardje gaan doen, want hij is best wel cool natuurlijk. En iemand zei in de reactie, zei Shiva. En als ik eerlijk ben, vind ik Shiva best wel een coole naam gewoon. Voor dit paard. Dus vanaf nu heet je Shiva, dat is je nieuwe naam. Ik vind hem wel cool namelijk. Kan je hier ook overheen, Shiva? Nee, ja, ja, lekker hoor! Bingo! Alright. Interactie. We kunnen... Oh, wat is dit dan? Koolstofkristal. Deze kristallen zijn vooral te vinden in legerkampen. Ze lijken nogal op kostbare edelstenen, dus ze worden vaak in juwelierskistjes bewaard. En wij hebben een Heka-kist. Bevat een willekeurig wapen of schild. Gaat automatisch open bij aankoop. Dus die kan ik kopen. Waardoor ik dus sowieso gewoon een bepaald wapen, schild of wat dan ook krijg. Nou, 3000 muntjes vind ik een beetje veel daarvoor. Dus ik ga het nu niet halen in ieder geval. Dat weet ik wel. Maar misschien kan dit gastje, want ik vind het best wel cool, mij gewoon iets gratis geven, of niet? Dat kan je wel, toch? Magi, great warrior, come. I sell you what you want. You need it, I have it. If I don't have it, you don't need it. Reda has your back in these desolate lands. You are but a boy. How did you come by such fine treasure? Plucked from the ancient lands of the desert, the sunken vessels of the Nile, refined by handmaidens of the gods, weaponry forged in Nubian mines, Persian jewels, and Assyrian treasures. I have it all. I see. You are well traveled for such a young man. Old wisdom, Neb. I have acquired from long nights in the desert with my camel. I will see what you have. Come, look around. If you want a good nap, I have other jobs too. Wat een baas, jongen. Wat een baas, jongen. Oké, dus als wij een blauwe kameeltje zien, dat is dus de verkoopplaats van deze gast. Wat een baas. Hij verkoopt allerlei zeldzame goederen. Zoek hem regelmatig op, want zijn voorraad verandert wekelijks. Dus elke week heeft hij ook andere dingen op voorraad. Awesome shit. Oké, cool. Awesome. Heb je ook wat te doen nu voor me of niet? Gevonden voorwerpen. We hebben een nieuwe missie. Zoek de verloren zending en breng hem terug. Als ik daar niks voor krijg, dan word ik serieus boos. Shiva, waar ben je? Daar ben je. Hoi. Kom hier. Ik zweer het je. Als ik niks van hem krijg, als ik hier iets voor hem terughaal, dan word ik echt boos hoor. Ik denk dat deze gast ons wel iets vets kan bieden namelijk. Voor wat we voor hem kunnen doen. Plus hij biedt sowieso al vette shit, als ik eerlijk ben. Ik vind het wel baas. Even kijken, waar moeten we zijn? Daar. Oh oh, daar ben ik al een keer geweest. En daar was ik niet heel blij mee dat ik daar ben geweest. Merp merp. Dat is ons krokodillen-eilandje, jongens. Alweer als die grote krokodil terug is, dan word ik boos, jongen. Right, we doen het even lopend, anders gaat ons paardje dood. Oh, ik zie daar al een grote krokodil. Alweer als die terug is, dan word ik echt serieus boos. Oeh, hier ligt het kistje. Goed. Ja. Alright, cool. We zijn hier snel weg hoor, want ik ben bang voor die krokodillen. Ren nu. De ballen. En wat hebben we van hem gekregen? Oeh, een vet schild ouwe van niveau 9. Die gaan we eens even uitchecken, want we hebben een schild van hem gekregen. Zie je wel, die gast is cool man. Ik zweer het je, hier een phalanx schild. En we hebben ook nog eens het antigonos schild gekregen. En ik moet je zeggen, die zijn allebei echt wel veel sterker als wat ik had joh. Even kijken, hiermee hebben we melee weerstand en kans op schadeabsorptie. En hiermee hebben we afstandsweerstand en vuurweerstand. Ik ga voor dit grote schild man, op een of andere manier. Dat is een licht groot schild namelijk. Dus we gaan voor deze op dit moment. Kijk, hij ziet er ook best wel dope uit nu. Awesome, ja, we hebben een nieuw schild van hem gekregen. Thanks bro. I like it man. I like it a lot. Alright, en dan gaan we nog naar deze missie toe. En daarna, als we deze missie hebben gehaald, de volgende, dan is het denk ik tijd om weer deze stad te gaan verlaten. En door te gaan naar de volgende stad. Aan de kant, aan de kant, aan de kant. Plus we hebben weer een nieuw uitrustingpuntje. Eens even kijken, we beginnen deze kopen. Hoppatee, onze schildram. Zo. Ik ga meteen ook even uittesten. Als ik zo zit, en ik hou een rondje ingedrukt. Wie wil er met hem vechten? Niemand? Oh, oké. Beetje jammer. Als iemand met wil vechten, dan laten we wel even zien wat het kan. Sorry mevrouw! Je moet niet voor mijn paard gaan rennen, want dan ramt hij je zo onver gewoon. Maar ik denk dat ze dat zelf ook wel door had. Wordt zo op de grond geramd, joh. Je zou maar ergens gewoon rustig lopen en in één keer komt er een paard aan die je voor je kop ramt. Dan ben je denk ik ook niet heel blij, als ik eerlijk ben. Hallo. Yo, wat is hier gebeurd, joh? Wat is dit nou weer? Geboorterecht. Ik weet niet wat hier aan de hand is. We gaan het eens even lezen, want dit is niet heel erg lekker. Bij ik zie 3 lijken die achterloos verspreid liggen in Yamu's mummificeringstempel. De hoofdbalsemer vertelt hem zijn verhaal. Dus we moeten eens eventjes naar de balsemer toe, die 50 meter verderop is. Want je kan niet zomaar 3 lichaam daar gewoon laten liggen natuurlijk. It is a shame to see 3 dead left neglected. What happened? They were just brought here, Magi. A family struck down by the sword. Only the daughter, Iras, survived. She carried them here one by one. Poor girl. All by herself now. A tragic story. Tragic indeed. Where is she now? You can find her on the abandoned date farm near the road where her family died. Okay. Iras sounds like a woman worth meeting. Dan gaan we daar maar even een bezoekje aan brengen. Ik ben nu wel namelijk benieuwd wat er gebeurd is met die familie. En misschien kunnen we zelfs de mensen die dat natuurlijk hebben gedaan wel eens eventjes een beetje payback bieden. Bro, waarom willen jullie nou weer met me vechten? Ik ben serieus gewoon rustig bezig hier, hoor. Ik was jullie niet aan het vermoorden. Ik was die stomme beesten aan het vermoorden. Dus als jullie nu met me aan het vechten zijn, is jullie eigen dikke schuld. Gaan ze nou echt rennen? Ze gaan rennen. Ze zijn poesies. Ze zijn echt de grootste poes die ik ooit heb gezien. Ze komen wel terug, zie ik nu. Ga je echt terugkomen, weet ik het zeker? Want dan ga je eraan namelijk. Jammer jongen, volgende keer beter bro. Ze zijn hard gekild jongen. Even kijken, ik moet deze plunderen, want ik had jullie nodig namelijk. Oh. Oh. Die waren... Oh, oké. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan jongens. Dat ging per ongeluk. Doei, we zijn weg hier. Willen ze nog een keer vechten? Wil je nog een keer vechten of niet? Ja, nu ben je bang hè, je pussy. Ja. Zijn maatjes neergehaald en nu is hij bang. Tuurlijk. Nee, we hebben nog steeds, natuurlijk voor de upgrade, hebben we wat resources nodig. Alleen blijkbaar die beesten die ik had vermoord, die waren van iemand. Soldiers. Iemand. They must be looking for Iras. Best lay low. Oh. Ze zijn nog... dat meisje dit dus heeft overleefd hier aan het zoeken. Dus ik denk dat het handigste is. Ik weet niet waar zij natuurlijk is. Ze zal hier erg zichzelf schut houden. Maar ik denk dat het handigste is. Om gewoon al deze wachters. Is ze daar? Uit te schakelen. Zodat we haar kunnen vinden. Want... Ik weet niet wat die gast aan het doen is. Hij staat met zijn rug naar me toe. Oh, hij gaat lopen. The gods here are vigilant. Find that girl! The first to find her will get an... Will get an what? Hè, will get an what? Stop you dead! Hey, got you! Die was mis, bro. Die was ook mis, bro. Die was ook mis, bro. Cool. Awesome. Dankjewel. Die is ook neer. En nu ben jij de laatste, jongen. Dus weet je wat ik wil uittesten? What? Oh, het werkt! Het schild werkt! Jeez, dat is super chill, ouwe. Dat is super chill. Oh, ze zit in de put. Ze zit in de put. Ze heeft zich verstopt in de put! Hail in peace, Iras. All I want is to speak with you. The last man to say so murdered my family. I've come to help you, Iras. How do you come to know my name? A priest told me of you. Ah. My kin have owned this land for centuries, but left it barren until now. A soldier came to us, saying his master held a deed of sale. My father refused to concede the property. Then, well, the rest is as you know it. What will you do? The farm is my birthright. I will work it as long as I can. Okay. I can ensure you are not harassed by soldiers. You may try. The villa they spoke of lies northwest of here, on the road to Alexandria. All right. Dan gaan we eens eventjes... If you fail... Tell the world I died preserving my family's legacy. Oké, mevrouw. We gaan dus nu naar de villa toe. Van de gozer die dus dit land wilde kopen. Ik wil niet met je praten hoor, maar... om eens eventjes een lesje te leren dat hij hier niet meer moet komen. Want zij wil hier gewoon blijven werken, ze wil hier gewoon blijven wonen. En natuurlijk als die mensen komen, dan stopt ze zo'n mes in de keel. Dus dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus... Laten we gaan. Hebben we nog wat leuks te zeggen of niet? Ik vind het wel, ze is wel cool. I do not ask your assistance. Oh. Sorry hoor. Ik zeg gewoon niks meer dan. Ik ga je gewoon helpen, ook al vraag ze het niet. Oh. Paardje, kom je? Je staat daar rustig te chillen. Kom. Lekker bezig, Shiva. Alright, let's go. Het is een, eens even kijken, het is een villa. Dus hij zal wel veel wachters hebben, ben ik bang. Maar als we ze gewoon allemaal vermoorden, dat hele dorpje uit. Dan kunnen ze natuurlijk nooit meer daar naar terug. Wat is er? Serieus? Meen je dit? Je wil echt met me vechten? Wap! Is niet handig van je, jongen, maar oké, dat is je eigen schuld. Ja, hier wil je paardje op, hè? Dat gaat mooi niet gebeuren nou, hè. Hij was zijn paard op, maar voordat hij dat kon doen was hij al neer. Alright. Oké, we hebben het doelwit gevonden, maar er zitten natuurlijk veel meer andere mensen nog hierbij, want het is één dikke villa. Even kijken, daar staat de vuurkorf, dus die moet niet worden aangestoken. Daar loopt nog iemand. Daar staat een grote vent. Die vuurkorf mag niet worden aangestoken. Dan hebben we een probleem. Wat is dat? Oh, er staat... Oké, er staat een crossbow gun op. Dan moeten we eigenlijk gewoon naar boven zien te komen. Dan kunnen we ze één voor één kapot knallen. Ja, laten we dat doen, man. We gaan proberen ongezien op het dak te komen. Want er staat dus zo'n dikke crossbow. Dus laten we daar proberen naartoe te komen. We moeten het wel rustig aandoen. Want hij staat daar boven op het dak. Het is handig te denken om eerst deze level 8 hier te vermoorden. Die hier aan de andere kant staat. Hold there. Ik heb hem gefloten. Ik hoop dat hij komt. Als het goed is moet hij nu op... Nee, niet de andere kant op. Serieus? Wat een lul. Hij loopt de andere kant op gewoon, hè. Totaal niet de bedoeling, maar oké. I must be careful now. Ik wil eerst iedereen spotten. We staan nu boven op het dak. Dat is een goede plek. En kijk, daar staat er ook nog een. Zie je dat? Alleen ze mogen niet die vuurkorf aanzetten. Want dan komt de versterking aan. Daar loopt er ook nog een. Die loopt er buitenom dus. Die gaat naar het toilet. Oké, wat ik ook doe. Daar zit er nog een. Wat ik ook doe. Ze moeten niet die vuurkorf bereiken. Even kijken hoor. Wie kan ik... Ik wil ze allemaal hiermee uitschakelen. Dit ding is rete sterk namelijk. Maar ik denk dat ik eerst een beetje hun aandacht moet hebben. Want op dit moment kan ik niemand raken. Dus we blijven hier gewoon op het dak zitten. Oké, dat heeft niemand gezien. Oké, als ik die raak ben ik sowieso de lul. Hij heeft het niet gezien. Serieus, je hebt het niet gezien? Meen je dit? Oh, daar gaan we. Kijk, wegspot jongens. Terug naar het gun. Terug naar het gun. Oh, Jesus. Huh? Oh! Oh! Ze mogen niet die toren in. We moeten opletten dat ze niet die toren ingaan. Gaan ze die toren in? Oké, tot nu toe gaan ze nog niet de toren in. Dat is goed. Alleen die lul, hij zit daar, jongen. Ja, sta op. Get wrecked, bro! Get keihard gerekt. Oké, die hebben we ook. Dan nemen we een nieuwe peltjes mee. Op het einde, want dan loopt er als het goed is nog 2 ronden. Staat... Oh, alarm. Dat is niet goed. Oh, daar staat hij. Zie je hem? Hij zit daar. Ik weet niet wat je gaat doen, bro, maar... Je gaat dood. Dat ga je doen. Die is ook neer. Loopt er hier nog een. Oh, die is ook neer. Het gaat wel lekker zo, hoor. En dit is denk ik de laatste die er staat. Misschien loopt er nog wel eentje ergens rond of iets. Maar ik denk dat we zo ongeveer wel iedereen hebben. Dan nemen we meteen de schat mee die ze hebben. Dank u wel voor de coins. We hebben ook nog wat laten vallen. Zo chill hè. Als je gewoon één voor één iedereen kan uitschakelen. Als ze niet versterking kunnen roepen. En je hebt dus iedereen, wat ik dus nu had. Dan kunnen ze ook niks doen, joh. Uta weigert zijn dadelboerderij aan me te geven. Dus dat was die gozer die ze dus hebben vermoord. De vader van dat meisje daar. De jammerde boerenkinkel zegt dat mijn verkoopdocument vals is. Hij moet dood en zijn familie ook. Wat dus ook gebeurd is op één iemand na. Laat het op ongeluk lijken en we delen in de winst van het bedrijf. De komende tijd kunnen je mannen in mijn landhuis intrekken. Maak geen misbruik van mijn gastvrijheid. Als je binnen 2 weken niet op mijn drempel in Alexandria staat, ben je ook ten dode opgeschreven. Nou ja, het leukste is... Ze zijn ook allemaal dood, dus we zijn er al vanaf. We hebben weer een hamer gevonden hier, hoor. Chill, nice. Wat heb jij nog laten vallen, jongen? Een nieuwe boog, een lichte boog wel te verstaan, cool. Het is handig om alles te plunderen, want je vindt er best wel nieuwe wapens en alles bij. Dus dat is wel mooi. En dan loopt hier nog iemand. Die vet heeft niks in de gaten gehad voor hem. Wat een baas, jongen. Die vet heeft niks in de gaten gehad. Oh, damn bro. Helemaal niks gewoon. Je hele team is uitvermoord, maar oké. We zijn alleen nog niet klaar met deze missie, want we hebben dus nu dit kamp vermoord. Maar Sophronios, zijn locatie weten we nu ook. Want die woont dus, zoals we net in het briefje hebben gelezen, bij de westelijke poort van Alexandrië. Dus daar gaan we nu naartoe. We gaan nu door naar het volgende gedeelte. Over 600 meter zijn we daar ook daadwerkelijk. Maar, dat gaan we wel doen in de volgende aflevering. Dus allemaal heel bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze aflevering. Mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zoals elkaar de like. We zijn echt wel weer sterker geworden, waar ik blij mee ben. Dus sowieso natuurlijk thanks voor de support. Sowieso natuurlijk thanks allemaal voor het kijken. En ja, super dope dat jullie allemaal bij waren. Zo makkelijk is het eigenlijk. En ik neem nog wel voor jullie mee. Thank you, dat heb ik nodig namelijk, zacht leer. En er ligt er hier nog één. Zo, thank you. Dat heb ik ook nodig. En ik heb mijn pijltjes terug. Kijk eens aan. Maar jongens, we gaan volgende keer gewoon weer verder. Dus thanks allemaal voor het kijken natuurlijk. Thanks natuurlijk allemaal ook voor de support. Als jullie erbij waren. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.